Ja, ik word natuurlijk enorm trots als ik hier rondrijd en overal de mensen in blauwe t-shirts zie die aan het opruimen zijn. Het begon ooit met één idee en het is nu een hele beweging geworden. Ja, en daar word ik gewoon heel blij van. De Maas Cleanup is opgericht in 2019, eigenlijk vanuit één idee om op één dag de hele Maas plasticvrij te maken. Het bedrijfsleven wordt vaak gezien als de boosdoener van het grote plasticprobleem. Maar mijn overtuiging was eigenlijk dat als je bedrijven betrekt, dat die vanuit hun vaardigheden en vanuit hun talenten juist een bijdrage kunnen leveren. Dus toen zijn we in 2020 begonnen met een hele grote clean-up te organiseren. En toen hebben ze ook meer dan 40 bedrijven ook gelijk aangesloten. En daar zijn allerlei innovatieve oplossingen uit voortgekomen. Ja, Rabobank is dit jaar voor het tweede jaar sponsor van de Maas Cleanup. En is natuurlijk ook vandaag aanwezig hier met veel medewerkers om op te ruimen.